Radboud Universiteit toetst digitaal met 576 Chromebooks. Dat is niet alleen complex, dat heeft ook grote voordelen. Niet alleen worden tentamens van studenten van de universiteit zelf afgenomen, ook externe kunnen bij de universiteit terecht. De tentamen wordt afgenomen voor een kandidaat van het CPO, dus het Centrum Postjuridisch Onderwijs. En dat is een externe partij. En zij hebben deze zaal voor vandaag afgehuurd om tentamens te kunnen maken met Chromebooks. Nou, eigenlijk is het zo dat het idee vooral van docenten afkwam, omdat die veel vraag hebben naar digitale tentamens. Omdat nakijken van tentamens op papier heel veel tijd kost. Multiple choice tentamens die worden elektronisch nagekeken door een evaluatieservice aan de Radboud Universiteit. Maar open vragen die moeten nagekeken worden door de docent zelf. En dat kost heel veel tijd. En studenten kunnen tegenwoordig bijna niet meer schrijven. Dus de handschriften zijn heel onduidelijk. Dus het is veel makkelijker voor een docent om een getypt antwoord na te kijken. Het project is denk ik nu ongeveer een jaartje bezig. En we hebben in het begin natuurlijk heel veel aandacht besteed aan wat moet de software precies kunnen. En naast de toetssoftware hebben we heel veel aandacht besteed aan wat is nou de beste manier om een toets af te nemen. En uiteindelijk hebben we voor deze Chromebook oplossingen gekozen. Omdat in Chromebookjes een lithiumbatterij zit die natuurlijk in brand zou kunnen vliegen, zit er in elke Chromebook-car een eigen brandblussysteempje. Dus als er iets misgaat met een Chromebookje in de opslag in zo'n kar, dan wordt het in de kar geblust. Omdat lithium, dat is bijna niet te blussen. Het mag ook niet met water geblust worden. Dus als je kunt je voorstellen, als je 576 Chromebookjes bij elkaar hebt gestaan en bij eentje gaat iets mis, die vliegt in de brand, dan heb je echt een enorm probleem. En vandaar dus dat er een brandblusapparaatje in iedere kar is ingebouwd.